Op Samaka Daka, 19 september, herdenken de Saramakaners hun voorouders die hebben gestreden voor vrijheid en het vredesverdrag met de koloniale overheid getekend hadden. Volgens voorzitter Ifna Vrede van de stichting 19 september 1762 verwaarlozen de jongeren van tegenwoordig de geschiedenis van hun afkomst. Daarom het belang van deze dag. De jongeren hebben die heropvoeding hard nodig. We zien wat er allemaal gebeurt, verpaupering, allerlei dingen die het daglicht niet schuwen. Maar we laten niet los, want wij zijn de opvoeders en we moeten ze meenemen in onze activiteiten. Zodat ze kunnen leren daaruit, maar ook dat ze kunnen inzien dat het anders kan en beter kan. Dus die betrokkenheid van jongeren is er. In samenwerking met de organisatie Maron Awareness Platform Suriname, MAPS, was er gisteravond een Samaka Jama contest te Balingsula in het district Brokopondo, speciaal voor de jongeren. Een groep jongeren heeft door middel van dans, zang en meer hun afkomst gepresenteerd. Ik wou meedoen omdat ik vond dat het leuk zou zijn en dat ik een beetje over mijn cultuur zou leren. Vorig jaar, 2022, 18 september, had ik mijn Samaka Jama contest gewonnen op Abinastu. Het was leuk. Ik roep al die jongeren om mee te doen met zo'n contest. Met zo'n contest ga je ietsje verder en je leert ook van die anderen. Ook Silja Deel, lid van de MAPS, is van mening dat de tradities niet verloren mogen gaan. Vooral niet onder de jeugd. Zij moeten niet alleen weet hebben van zaken, maar zich ook bezighouden met hun cultuur. Deel ging ook in op hoe de jongeren omgaan met social media, gelet op hun afkomst. Hoe gebruik je de social media op zich om de aware te brengen naar onze jongeren? Het is van belang dat de platform samen met alle andere Maron groepen, Maron leefgemeenschappen, in het bijzonder de jongeren, aware maken voor wat er op komst is. Want kijk, als we nu niet beginnen om onze jongeren, onze tieners, onze pubers over de Maron te vertellen en de traditie erom zich heen en wat er precies heeft gemaakt dat ze vandaag zijn waar ze nu zijn, laten wij het gewoon voor de jongeren positief aware maken dat ze weten wat ze op social media zoeken en willen weten.